Elke film kent zijn deep shit moment. Het is het moment in het verhaal dat alles verloren lijkt, dat alles tegen zit. De held is down and out, alleen en verlaten, of hij is omsingeld. En hij wordt van alle kanten beschoten. In de Titanic is dat natuurlijk het moment dat het schip zinkt. In Soldaat van Oranje staat Erik Hazelhoff alleen op het strand, met overal Duitsers. In Turks Fruit is dat het moment dat Olga, oftewel Monique van der Ven, het uitmaakt met Erik, oftewel Rutger Hauer. Het is een filmische wetmatigheid. Elk scenario kent zijn deep shit moment. In de speelfilm die Staten-Generaal heet, en waarvan de eerste scène werd opgenomen in 1464, bereikte ons mooie parlement afgelopen woensdagnacht haar eigen deep shit moment. Zijn we ooit dieper gezakt? Zaten we ooit dieper in de punarie dan afgelopen woensdagnacht, 3:15? Zijn we ooit meer vernederd? Zijn we ooit meer geconfronteerd met onze eigen machteloosheid? De beledigingen vlogen ons per strekkende meter om de oren. Wat we eigenlijk wel vermoeden werd bevestigd door onder andere het papier dat verkenner Ollongren ongewild aan den volke toonde en alle informatie die daar achteraan kwam, het inmiddels spreekwoordelijke functie elders, of je moet toch wat met Pieter Omtzigt, of zullen we hem maar kamervoorzitter maken? Dat is hoe het kabinet blijkbaar denkt over de gekozen volksvertegenwoordiging. De vernedering is compleet. En we dachten nota bene dat ons deep shit moment al eerder bereikt was, namelijk bij de ontknoping van het toeslagenschandaal, het ongekende onrecht. En toen konden we terugkijken, niet alleen op de schade aangebracht aan burgers, maar ook de schade toegebracht aan de integriteit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het weglakken, het achterhouden van informatie, het systematisch met een kluitje in het riet sturen van gekozen volksvertegenwoordigers, de gesprekken in de ministerraad over hoe een kritisch Kamerlid aan het lijntje te houden. Het deed allemaal pijn aan onze ogen. En eigenlijk vormde dat nog maar eens een slotapotheose van een serie ontwikkelingen die de afgelopen jaren, zeker decennia, aan de gang is. Al heel lang zitten wij als Tweede Kamer op een trein richting irrelevantie. Ik wil niet te ver teruggaan in de tijd, voorzitter, maar het kabinet Marijnen introduceerde het regeerakkoord. Tegenwoordig heeft een regeerakkoord de omvang van een 5-jarenplan in de Sovjet-Unie. Maar de tekst laat zich tegelijkertijd makkelijk samenvatten met de kreet: geachte Tweede Kamer, de komende jaren hebben jullie niks meer in te brengen, groeten het kabinet. Daaroverheen kregen we de afgelopen jaren een stortvloed van akkoorden. Sociaal akkoord, pensioenakkoord, sociaal huurakkoord, stikstofakkoord, noem het maar op. Het kabinet gooit het op een akkoordje met de polder en de Kamer heeft vervolgens het nakijken. Steeds meer wetten komen uit Brussel. We nemen ze voor kennisgeving aan. Er is de proliferatie van AMVB's, algemene maatregelen van bestuur. De Kamer ziet ze niet eens. En we zien een rechterlijke macht die soms politieke beslissingen neemt. Zie uw agenda. Ondertussen is de omloopsnelheid van Kamerleden zo hoog geworden dat veel kennis constant de deur uitvliegt. Veel Kamerleden worden heel snel burgemeester. Ook al niet een uitdaging om te bijten in de hand die voedt. En veel Kamerdebatten zijn daardoor toneelstukjes geworden. Van tevoren weet de minister soms al wat het Kamerlid gaat zeggen, want het Kamerlid heeft de spreektekst afgegeven aan de politieke assistent. Het enige dat de bewindspersoon hoeft te doen is de voorbereide tekst op te lepelen. Het had ook via de mail gekund. En ondertussen moeten we vaststellen dat artikel 68 van de grondwet, de plicht, let wel, de plicht, mevrouw de voorzitter, informatie te verschaffen aan de volksvertegenwoordiging, in de praktijk bitter weinig voorstelt. En dat is pijnlijk, want dit is voor de Kamer het meest fundamentele, het meest cruciale grondwetartikel. Zonder betrouwbare informatie kunnen we simpelweg helemaal niks. Dan praten we in het luchtledige. De Rutte-doctrine is daar slechts de uitwerking van. We verhuizen deze zomer naar het pand dat we noemen B67. Misschien moeten we de tekst van artikel 68 maar eens in de muur gaan bijtelen daar. Maar er is meer weggelakt dan alleen maar teksten in de documenten rondom het toeslagenschandaal. Wij zijn een beetje weggelakt. We waren heel trots op onszelf dat we de formatie weghaalden bij de koning. Dat gingen we allemaal zelf doen. We keken in de spiegel en waren onder de indruk van onze eigen spierballen. Maar de praktijk is heel anders. Het kabinet formeert zichzelf. Ministers en hoge ambtenaren regelen het allemaal. Wij zijn er slechts voor het fotomoment en de verhuur van een zaaltje. Het kabinet neemt zijn eigen ambtenaren mee. Het parlement is zelden nog de plek waar het volk spreekt tegen de regering. Het is de plek waar de regering tegen het volk spreekt. En de vraag die ons opdringt is: zijn we een parlement? Of spelen we een parlement? Op heel veel plaatsen heb je themaparken. Hier niet eens zo ver vandaan heb je het Archeon. Daar lopen mensen rond in Romeinse legeruniformen en ze spreken je aan in het Latijn. Zijn dat echte Romeinen?
Nee, ze spelen het. Zijn we echte parlementariërs of spelen we het? Zijn we een volksvertegenwoordiging of een themapark of zijn we op weg daar naartoe? Waar dualisme zou moeten heersen, bestaat monisme. Kamer en kabinet zijn vervlochten. De heer Seder noemde al even het boekje van Anne Vondeling, dat bij dit soort debatten vaak wordt aangehaald. Vondeling was Kamervoorzitter in de jaren 70. Zijn boekje heette Tweede Kamer, dubbele punt, leeuw of lam, vraagteken. Het mogen duidelijk zijn wat het antwoord is. Wij zijn een lammetje. En niet alleen dat, maar we staan ook als lammetje op het menu. Elke vrijdagmiddag in de Treffenzaal waar het kabinet vergadert. Een lammetje overgoten met monistische saus in een bedje van opgeklopte irrelevantie met een appeltje in onze mond. En na afloop laten de ministers een klein boertje. En dan zeggen ze, Mark, wat staat er volgende week op het menu? Toch niet weer lam? Het ontbrak er nog maar aan dat op die papieren van de verkenners stond verhuur gebouw als caravanstalling. Ja, waarom ook niet? Voorzitter, zo kan het allemaal niet langer. Ik kandideer me vandaag met maar één doel, de volledige rehabilitatie van de volksvertegenwoordiging. Doen we dat niet, gebruiken we dit deep shit moment niet om de steve 180 graden te wenden, dan worden we gewoon overbodig. En dan worden we echt een themapark en dan zijn we net als mensen die de Romeinen spelen. Leuk voor de toeristen, maar relevant voor niemand. We kunnen ook zeggen tot hier en niet verder. En met die laatste boodschap sta ik vandaag voor u. Wie denkt dat de Kamer machteloos is, vergist zich deerlijk. De Kamer is oppermachtig en niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. We hebben simpelweg de beschikking over de nucleaire optie. Zonder een Kamer die de wetten goedkeurt, staat het kabinet volledig machteloos. Zij hebben ons nodig en niet andersom. Gans het radarwerk staat stil als onze machtige arm het wil. Het eerste wat we moeten doen is duidelijk maken aan het kabinet, van het kabinet in de grondverf, dat regeerakkoorden van honderden pagina's papier echt niet meer kunnen. Mijn inzet bij de onderhandeling als uw voorzitter start met 2 A4'tjes. Dat lijkt me eigenlijk wel genoeg. Daarna kunnen we altijd nog toegeven en dan komen we uit op 5 A4'tjes. Stiekem vergroten we dan het lettertype. De minister-president kondigde zondag op zijn racefiets aan met radicale voorstellen te komen. Prachtig, er is momentum. Hij zal zich hierin uitstekend kunnen vinden. En daarna moeten we het gevecht gaan leveren van huis tot huis, van straat tot straat, om artikel 68 grondwet weer op de rails te krijgen. En ook daar hebben we de nucleaire optie. Ik weet zeker dat we er snel uitkomen. Onze macht is enorm. Nu is het zo dat het de minderheid is, want niet de coalitie, die naleving van artikel 68 eist. Dus is er geen meerderheid voor. En dus moet de voorzitter die minderheid beschermen en daarvoor opkomen. Het gaat niet om een dingetje, het gaat niet om een detail. Het gaat om onze reden waartoe wij op aarde zijn. Het is even zo, dat is heel raar, dat de Algemene Rekenkamer beschikt over sterkere informatiebevoegdheden dan de Tweede Kamer. Zoals ambtenaren inhoudelijk bevragen en alle relevante documenten raadplegen. Dat is opmerkelijk en dat moet veranderen. Wat ook niet kan, de heer Sneller noemde dat, de heer Wassenberg noemde dat, is dat heel veel bewindspersonen er een handje van hebben om hun plannen of ideetjes, luchtballonnetjes, eerst in de pers te presenteren en dan pas de Kamer op de hoogte te stellen. Dat is een totaal affront van ons en dat hoort thuis in het themapark dat we juist weer niet willen zijn. Ook dan moeten we harde woorden spreken en desnoods als het doorgaat en het zet zich door de nucleaire optie trekken. We moeten als Kamer ook weer een hoofdrol naar ons toetrekken bij de benoeming in zaken hoge colleges van staat. Dat de chef van de Raad van State in een onderontje met de minister van Binnenlandse Zaken benoemd wordt en dat de Tweede Kamer dit vervolgens te horen krijgt in een rondvraag, is te gek voor woorden. Ik stel voor hearings, hoorzittingen, net als in Amerika. Zaag die kandidaten maar door. Tegenmacht is nodig. Iedereen lijkt het daarover eens. Wat dan helaas natuurlijk niet kan, is dat de Kamer geleid wordt door iemand van de machtspartij bij uitstek D66 of iemand van de partij van de informateur, de Partij van de Arbeid. Wie predikt tegen macht, kiest meteen weer voor business as usual door het allemaal niet te doen. En dat bewijst dat alle goede voornemens voor de publieke tribune waren. Dat klinkt als plat en ordinair populisme en daar moeten we ons allemaal verre van houden. Uit de documenten van de verkenners blijkt dat mijn partij, ik citeer het maar, is afgehecht. Wat dat staatsrechtelijk precies betekent, weet ik niet, maar het klinkt als veroordeeld tot de oppositie. Dualisme zal op de eerste plaats uit die oppositie moeten komen, dus moet iemand van de oppositie Kamervoorzitter worden. Logischer dan dat kan ik het niet maken. En want dat maakt de kans het grootst dat er maximale afstand van het kabinet wordt gehouden. De regering is absoluut niet onze vijand.
Maar het is wel onze tegenstrever. Of we het leuk vinden of niet, we hebben in het staatsrecht gewoon een andere rol. En die rolvastheid is in het belang van iedereen. Aanvaard dat nou gewoon. Voorzitter, het is geen geheim dat ik bijzonder gesteld ben op mevrouw Ariep. Het contact tussen de ondervoorzitters en de voorzitter is altijd intensief. En regelmatig besteed ik meer tijd aan de BV Tweede Kamer dan aan mijn eigen fractie. Het prettigste deel van de werkweek voor mij is de enkele keer dat ik met haar mag meerijden in de dienstauto. Helemaal als de heer Osterk daar foto's van maakt. Ik mag mevrouw Ariep bijzonder graag, maar in zaken Verkennersgate vind ik dat zij een te scheve schaats heeft gereden, gezien haar reactie op de faux pas van mevrouw Ollongren, die luidde: ja, een vervelende dag en het verdient niet de schoonheidsprijs, maar goed, we moeten verder. Ik heb in de dagen erna in het debat niet een voorzitter gezien die als een leeuw vocht voor het parlement. Ik vond het heel jammer. Maar haar kennende gaat zij ongetwijfeld hiervan leren en zal het geen tweede keer gebeuren. Vond je dit een leuke video? Geef dan even een duimpje. Mocht je meer politiek, opinie en actualiteit willen volgen, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Het torentje is nieuw en nog in de opstartfase, dus je helpt ons daar enorm mee. Dankjewel. Ik zie je graag terug in de volgende video.